staan hier voor gezondheidscentrum Kanaaleiland. En zoals we een paar maanden geleden al hebben bericht, staat het gezondheidscentrum op de nominatie om gesloopt te worden. Om ruimte te maken voor appartementen, voor huizen. Is natuurlijk ook heel hard nodig. Maar we willen met z'n allen toch ook wel een huisarts in de wijk blijven houden. Wel nu, inmiddels zijn we wel een paar stappen verder. En er is ook een projectgroep gevormd. En wij gaan aan Nanja Danhof, een van de huisartsen, vragen wat de laatste ontwikkelingen zijn. Kun je iets vertellen over de huidige stand van zaken? De gemeenteraad is inmiddels helemaal op de hoogte van wat er gebeurt. Die zijn ook heel erg betrokken en die zien ook van hey, de gemeente moet iets doen om te zorgen dat dit wordt opgelost. Want wij als huisartsen of andere zorgverleners hebben geen macht daarover. Ja. En de huidige prijzen zijn ook zo hoog dat ook daar een probleem zit. Dus een flink aantal partijen hebben zich achter ons geschaard en die hebben vragen gesteld aan de wethouder. Van hey, hoe gaan we dit oplossen? Wat gaat de gemeente doen om te zorgen dat er toch een huisarts blijft in Kanaaleiland? Wat kan dus de gemeente concreet doen? Wat de wethouder heeft toegezegd om te gaan doen, is dat ze in elk geval gaat kijken of er een taskforce, noemen ze dat, kan komen om te zorgen dat dit echt wordt doorgepakt hierover, zeg maar. Wat de wethouder ook zegt is, wij zouden dat als gemeente niet alleen moeten doen. Ook wij, hè, als huisartsen en als andere zorgverleners, moeten hieraan bijdragen. Maar ook de zorgverzekeraar en ook landelijk moet er iets. Want officieel is het niet verplicht dat een gemeente regelt dat er een huisarts in de stad is. De gemeente ziet dat het misschien niet officieel verplicht is, maar dat de wijk wel een groot probleem heeft als wij er niet meer zijn. Ja. Dus zij zeggen, we gaan toch alles op alles zetten om te zorgen dat het er wel komt. Zijn er ook al concrete ideeën? Er zijn een aantal locaties waar we in zouden kunnen. Alleen er zijn wel wat problemen. De eigenaar van die locaties die wil niet altijd een gezondheidscentrum erin, omdat ze daar gewoon niet genoeg aan kunnen verdienen. En er zijn soms ook problemen met de huur die gevraagd wordt. De huur die tegenwoordig eigenlijk moet betalen, die is voor ons te hoog. Ja. En nou heeft wel de wethouder ook gezegd, we gaan onderzoeken of er mogelijke subsidies zijn. En uiteraard moet de zorgverzekeraar en ook landelijk ook iets gedaan worden. Wij kunnen er niks aan doen dat we in Utrecht hogere huren betalen dan buiten Utrecht. We gaan ervan uit dat er een oplossing gaat komen. Maar stel, huisartsenpost hier verdwijnt, gezondheidscentrum verdwijnt. Je hebt geen huisarts meer en je wordt ziek. Wat is dan eigenlijk de procedure? Dan denk ik dat er sneller een ambulance gebeld gaat worden of dat mensen rechtstreeks naar het ziekenhuis moeten. En dat is natuurlijk ook op allerlei manieren niet efficiënt. Alleen al vanwege de kosten, maar ook op allerlei andere manieren. Ja, klopt. Dat is voor mensen ver weg. Hè. We hadden laatst nog iemand die was doodziek en die het enige wat hij kon bedenken was hierheen lopen. En dat was ook maar goed ook. Dat kan niet bij een ziekenhuis, hè? Dat is te ver weg. Als je daar binnenkomt, dan weet je niet waar je naartoe moet. Dat is wel ingewikkeld.